lang optimaal en vierkant. We gaan naar de laatste bocht. We gaan zo meteen nog één keer naar rechts draaien. En dan gaan we stilaan met de renners verschijnen aan het begin van de laatste rechte lijn. Voilà, laatste 500 meter, dames en heren. De spurt is in volle voorbereiding. Ze gaan er met z'n vierde voor spurten. Tom Meldes, Martijn de Greve, Paco Gisteling en de Fransman Bojan Sénéchal. Voilà, daar komen ze. Wie is de snelste? Wie wint de Ronde van Vlaanderen 2011 bij de junior? Met 4 man aan de weg. Op top, Tom Meldes. Gaat hij gerolteerd worden? De linkbel, ze komen dan. De Fransman in het midden van de weg. Carlos Sénéchal. Vind ik de mannen van Adriaan aan de voorbij op niet. Wie wint de Ronde van Vlaanderen? En deze duidelijke schip, Martijn de Greve. Martijn de Greve. Voor Carlos Sénéchal en Paco Gisteling. Dat is de top 3, dames en heren, van deze Ronde van Vlaanderen. Martijn de Greve, Flora Sénéchal en Paco Gisteling als tweede man van het Avia-cycling team mee op het podium. Hij finisht als derde. We gaan de andere mannen binnenkrijgen. Chapeau hoor, voor de prestatie van Daniel Peters, die schitterend vijfde wordt. Vijfde plaats voor hem. En hier een handje schudden, sportief gebaar. Nummers 6 en 7, nummers 151. Dat is Kenneth van Rooij en dat staat ook nog het nummer 109 bij Boris Vallee, die ook ondertussen wint. Het podium, dames en heren, we hebben Martijn de Greve als laureaat. Hij gaat straks op het hoogste schaapje van het podium plaats mogen nemen als winnaar van de Ronde van Vlaanderen voor de junioren 2011. En een Fransman, een ijzersterke Fransman, op de tweede plek zien finishen. Een naam komt van de Florian Sénéchal. En derde is Paco Gisteling geworden. Zij worden straks aan het andere spelen zijn verwacht voor de huldiging hier op het podium. Hier wordt ondertussen gestuurd voor de verdere tweede plaats. Dat is schrift om te wonnen. Door de 45 zelfs van deze mannen, van het Baden-Bajsingel team. En we halen de aankomst van de volledige bij, dames en heren. Ook na de strijd van alle renners gefinished zijn, dat gaat nog wel 1 minuut, dus meestal geen verwoord. En hier aan de streep hangt ondertussen ook een lijst met renners die worden verwacht op de antidopingcontroles. Ze kunnen zich hier vergewissen. De renners en verzorgers van de namen die worden verwacht op de antidopingcontrole. La Lista, Vic, Enon, Mohar, Pisson, MIP. Zeer veel controle antidopage zijn ook totaal affiché. Die Cici Nualalini, BMW. De list met Names of Riders can be checked. Names of Riders voor de antidopingcontrole can be checked hier at the finish line. En ziet het, de corona tikt verder en verder weg. We gaan naar aanzienlijke tijdens de groep wachten op de andere renners. Die zullen wij gaan aankomst maken in deze Ronde van Vlaanderen. Gaan we uiteraard van ons ingereden en zijn op het podium voor de huldiging van de nummers 1, 2 en 3. In de uitslag van deze koers in volgorde Martijn de Greve, Florian Sénéchal en Paco Gisteling. En in de renners die nog uitgezoeken naar de rust op een applausje op halen, dames en heren, want zij hebben 130 loodzware deze aanslachtige koers, deze Ronde van Vlaanderen.
Hij komt van dit duo, nummers 44 en 77. Zijn er dus natuurlijk Joachim van der Leijten en Maarten van der Leijten. En achter Jean Gewee. De Felix Oei. En die wordt gestuurd. Putten van een rugbare nummer 28. Elmerij Albers van Topsom zijn die de snelste leek van de zijn.